nooit meer een video missen? Abonneer dan gauw op ons YouTube-kanaal. Welkom bij BM Talk en Community Stories. Mijn naam is Raja Vergata. Mijn naam is Galito Aziz en samen zijn we Mr. en Mrs. Oasis. En we gaan vandaag in gesprek met Aminanta Minte. Founder van online magazine Alien Mag, creatief ondernemer en redacteur bij verschillende radioprogramma's. En Alien Mag is een online platform over girl power en zelfacceptatie. Het merendeel van de verhalen wordt geschreven door vrouwen van kleur. In de rubriek Kijk Hoe Mooi, een samenwerking met Elle Magazine, worden vrouwelijke deelnemers de vraag gesteld, wat vind je mooi aan jezelf? Het platform is een verzameling van maatschappelijk relevante thema's, fashion, lifestyle en persoonlijke verhalen. Welkom Aminanta. Hi. Meteen maar even de belangrijkste vraag. Hoe kwam jij op het idee om een eigen platform op te richten? Nou, ik heb journalistiek gestudeerd dus in Tilburg. Ik kom ook uit Brabant. En ik merkte altijd op de opleiding dat ik altijd een beetje van mening verschilde met de verhalen die ik maakte. En de topics die ik interessant vond als ik mezelf vergeleek met mijn medestudenten. En op een gegeven moment moest ik afstuderen. En toen dacht ik van, ik heb altijd al een beetje het idee gehad van ik wil een eigen platform. Maar ik had altijd een beetje excuses van, hoe moet ik beginnen? Kan ik het wel? En ik zat eigenlijk een beetje te wachten op dat anderen het gingen doen. En op een gegeven moment dacht ik van, nee, ik wil zelf die verhalen gaan maken. Want ik ken zelf de mensen het beste uit mijn eigen community. Ik ken zelf die vrouwen heel goed. En ja, wie kan er nou beter die verhalen zelf vertellen dan iemand die midden in die community zit. Dus daarom ben ik begonnen. Ja, vanwaar de naam Alien Mag? Nou, Alien is eigenlijk, het is een buitenaars wezen. Het is iets dat heel anders is dan mensen. En wat je heel vaak ziet bij zwarte mensen of bij mensen van kleur in Nederland, is dat we vaak worden gezien als de ander. Worden soms gestereotypeerd, worden geframed in de media. En dat heeft natuurlijk effect op hoe je naar jezelf kijkt. Maar wat ik ook heel vaak zie binnen mijn eigen gemeenschap, maar ook bij mijn vrienden, is dat we heel trots zijn op dat we anders zijn en dat we het embracen. En dat wil ik ook heel erg graag laten zien met Alien Mag. Je mag blij zijn op waar je vandaan komt. Dus Alien is eigenlijk een soort geuzennaam, een trotse titel eigenlijk. Ja, een beetje advocaat van de duivel, maar is het met die naam niet dat je dan een beetje nog meer de stempel zet op het anders zijn? Of vind je dat juist? Nee, ik vind het juist een positief iets. Want ik denk niet dat het gauw gaat veranderen dat mensen ons als de ander gaan zien. Dus waarom juist niet het embracen en dat juist heel erg pushen? Mm-hmm, mooi. De redactie van Alien Mag is herkenbaar qua samenstelling. Hè? Jong, vrouw van kleur, sociaal betrokken, woke. Hoe belangrijk is die realness van jouw redactie voor jullie tone of voice? Ik denk heel belangrijk. Ook al draait het magazine niet specifiek om mij en om de andere redacteuren. Je merkt dat mensen het toch wel heel erg belangrijk vinden om te zien wie erachter zit en wie de verhalen maken. Want het geeft toch ook wel een stukje weg van de authenticiteit van de verhalen. Omdat mensen weten wie erachter zit, hebben ze ook zoiets van, Aminanta maakt het verhaal, of een Iman maakt het verhaal, of een Ilea maakt het verhaal. En daarom vinden ze het ook tof om ons te supporten, om juist te zien van, dit zijn de krachten achter de verhalen. En wat is een beetje de samenstelling van jullie redactie? Hoe ziet die eruit? Hoe bedoel je? Wat betreft vrouwen, je hebt een verschillende verzameling van vrouwen. Waar komen de vrouwen vandaan in de termen van ook Nederland? Want ik las ook ergens dat je het best belangrijk vond dat het niet alleen vrouwen uit de Randstad waren. Ik kom zelf dus uit Brabant. En ik merkte altijd dat heel veel events en maatschappelijke discussies, dat mensen toch altijd denken, het is in Rotterdam of het is in Amsterdam. En wij trokken daar ook eigenlijk heel gouden naartoe bij de oprichting van Alien Mag. Maar ik kom uit Brabant en de discussies vinden daar misschien iets minder plaats. Maar er zijn genoeg jongeren die daar ook zijn en die ook verhalen te vertellen hebben. Dus vandaar dat we het inderdaad ook belangrijk vinden om het hele land door te trekken als het ware. En inderdaad, wij komen uit Brabant, iemand komt uit Utrecht, iemand anders weer uit Overijssel. Dus eigenlijk everywhere. Ja. En hoe bewaar je die balans tussen herkenbare verhalen, die positief en inspirerend zijn, en wokeness, die balans tussen? Ik denk niet dat het per se of is. Ik denk dat het elkaar allebei best wel goed aanvult. Als we verhalen maken, dan doen we eigenlijk
ja, wat het beste bij ons past. Dus het ene moment hebben we meer het gevoel van oké, we moeten echt aanzetten tot actie. Het andere moment spelen we meer in op het self-love en het pushen van creatief talent. En in principe, we staan voor zelfacceptatie, voor empowerment van jonge vrouwen. En dat is eigenlijk ook een act of activism op die manier. Dus ja, het vult elkaar aan. Nice. En daarop aanvullend, hoe zorg je ervoor dat je niet cynisch wordt? Dat je dus de juiste balans vindt tussen wokeness en toch maatschappelijke discussies die nu best heftig gevoerd worden. Ja, is lastig. En de verhalen van al jouw vrouwen uit die communities. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik vind het soms best wel moeilijk. We zijn nu met z'n zessen. En ook, je zag bijvoorbeeld met al die protesten bijvoorbeeld, dat heel veel platforms, heel veel content de wereld ingooiden, als het ware. En wij waren ook continu actief. Maar het is best wel lastig, omdat het gaat natuurlijk ook voor mij. Het gaat over bepaalde redacteuren. Dus het is af en toe wel lastig om dan positief te blijven, om door te gaan. Omdat het toch wel best wel mentaal af en toe ook best wel zwaar kan zijn. Ja. Want het gaat ons aan. Het is niet een verhaal van hoe merk je dat ver van me afstaat. Dat het zwaar voor jou is persoonlijk? Nou ja, je bent continu eigenlijk nieuws aan het checken. Je bent met heel veel mensen aan het praten die misschien wat heftige dingen hebben meegemaakt. En ze zeggen heel vaak dat journalisten objectief moeten blijven en dat soort dingen. Ik vind het van niet. Ik ben heel erg geëngageerd. En ik merk met dat soort momenten, als we naar een demonstratie gaan bijvoorbeeld om verslag te doen, of we hebben een interview met iemand, dat het toch best wel... je neemt het toch wel mee naar huis. Omdat het meer is dan alleen een interview dat je maakt. Omdat het meer is dan alleen een post die je op Instagram zet. Mm-hmm. En heeft het ook effect op jou, niet alleen als maker, maar ook gewoon als mens, neem ik aan? Ja, sowieso. Ja. Tuurlijk. Ja, ja zeker. Soms word je wel moe en dan heb je geen zin. En dan denk je van, zal ik wel posten vandaag? Maar dan ga je toch met gelijkgestemden weer praten. En dan... raak je toch wel weer gemotiveerd om toch door te gaan. Omdat je ziet van oké, zij gaan de strijd aan. Ze hebben toch ergens hoop. En ik krijg dan vanzelf ook weer hoop door de andere verhalen die ik weer lees. Waardoor ik dan toch wel weer doorga. Nice. Ja, we zien Alien Mag en een paar andere platforms toch echt ook wel als de nieuwe generatie, de nieuwe lichting platforms die de stem van Nederland anno nu weergeven. Wat kunnen andere platforms en magazines van Alien Mag leren? Oeh. Ja, dit mag je best doen. Dat is een goede vraag. Ja, ik ga erover nadenken. Ja. Ik vind het mooi dat je dat zo noemt inderdaad. Want ik vind het fijn dat niet alleen Alien Mag er is. En dat er heel veel platforms met ons samen dit doen. Want het is gewoon heel erg nodig. Maar wat ze van ons kunnen leren. Je kan het niet forceren. Ik denk dat een hele belangrijke is. Wat kun je niet forceren? Je kan niet, zeg maar, de verhalen die we maken. Niet iedereen kan ze maken zoals wij dat doen. Mm-hmm. Omdat wij onderdeel zijn van die groep. Wij een unieke positie hebben. Precies. Ja. En wij hebben een netwerk, om het dan maar even zo te zeggen. Ja. En wij, ik denk... Je kan niet met een paar cursussen, denk ik, ook op die manier te werk gaan. Nee, maar je merkt bijvoorbeeld wel dat heel veel fashion magazines, niet alleen de Elle, maar de Vogue, proberen echt wel een bijdrage te leveren aan het debat over inclusiviteit en inclusieve fashion en activisme in fashion. Ja. Wat vind je van die ontwikkeling van die tijdschriften die toch ergens laten zien dat ze hun best doen? Ja, ik vind het wel tof dat er een bepaalde bewustwording aan de gang is inderdaad. En ik vind het ook tof dat de gevestigde media, zeg maar, ook steeds meer toenadering zoekt naar platforms zoals een Alien Mag bijvoorbeeld, om daarmee dan samen te werken. Ik denk het allerbelangrijkste is om eigenlijk echt vanuit de top verandering te brengen. En dat het niet alleen is van, oh, we maken een tof verhaal over iemand met een biculturele achtergrond en that's it. En dat je dan achterover kan leunen. Mm-hmm. Maar dat het gewoon echt belangrijk is om juist de samenstelling van de redactie gewoon te veranderen. Waardoor echte verandering wordt bewerkstelligd. En niet dat het alleen het mooie plaatje is. Dat we verder moeten kijken dan het plaatje. Ja, zeker. Hoe zie jij de toekomst voor Alien Mag? Heel rooskleurig. Ja, ik ben wel positief.
In de zin dat ik merk dat we heel erg aan het groeien zijn. Ik weet nog dat we in 2018 waren gestart. En dat ik heel snel wilde groeien en heel veel wilde doen. En gelijk de grootste wilde zijn. En nu ben ik eigenlijk gewoon rustig op mijn eigen tempo de dingen aan het doen. En ik merk dat mensen ons vanzelf vinden. En dat het de mensen bereikt die we willen dat het bereikt. Yeah. Dus in de toekomst, ik hoop gewoon een kantoor. Misschien een papieren editie, whatever. Ja, is dat je droom? Ja, het is toch wel een kinderdroom om toch een echte magazine in mijn handen te kunnen hebben. Ja. Een Alien Mag, in papier. Nou, wie weet. We zitten hier bij een uitgever volgens mij, hè? Ja. Ik lobby even voor je idee. Maar heel erg mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, jullie ook. Thanks. Hartstikke bedankt. Dit was BM Talk en Community Stories. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.